Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik terug een shopvlog voor jullie. Ik ben namelijk gisteren gaan winkelen in Frankrijk. Ik ben naar een aantal winkels geweest en ik ga nu laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb deze super schattige konijnen lichtjes slinger gekocht. Ik vind hem echt mega leuk. Ja, dan hebben we ook voor unicorns, maar die wou ik niet. Ik wou liever konijntjes. Ik ben trouwens helemaal losgegaan met het herfst shoppen. Daarom heb ik zo ook een paddenstoelen lichtjes slinger gekocht. Deze zijn super leuk. We werken op AA-batterijen. Ook heb ik deze hele grote paddenstoel gekocht. Heel erg fijn als decoratie tijdens de herfst. Ik heb nog een bullet journal gekocht. Die ik ook kan gebruiken als tekenboek of art journal of travel journal. En Leclerc heb ik deze super lekkere koekjes gekocht. Dit zijn petit beurre koekjes met een chocoladelaag van boven en een witte crème van binnen. Heel erg leuk. En heel erg lekker. Deze koekjes. Maar ze heeft van die chips gehaald. Ik heb American Chip cookies gekocht met 3 soorten chocolade in, witte, zwarte en bruine. Dus dat wordt heel lekker, want ik ben echt heel fan van chocolate chip cookies. Dit is een mandje die we hebben gekocht voor in de badkamer, om daar een aantal spulletjes in te zetten. Hopelijk blijft dat een klein beetje plakken. Ook kocht ik deze koekjes. Ja, jullie kennen die variant waarschijnlijk wel met bruine chocola of met witte chocola. Maar dit is dus met bruine en witte chocola. Oh, ik had niet gezien dat het koekje bruin was. Dat is iets minder. Ik heb het koekje wel graag wit. Ik heb een hele grote zak Halloween candy gekocht. Want ik heb wel zin in Halloween. Halloween vier ik eigenlijk niet zo heel erg hard. Maar ik denk dat het wel leuk kan zijn om met mijn zus die avond een grappige enge film te zien. Want ik ben echt niet van film. Ik gebruik dat scheermesje voor mijn oksels. Voor mijn benen gebruik ik een elektrisch scheermes. Dit is met aloe vera, die geur. Normaal heb ik het met een andere geur, maar ik wou dit wel eens testen. Ik heb ook dit statiefje gekocht. Dit is een mini statiefje. Eigenlijk niet zo stevig. Maar wel heel erg handig om musical.ly's op te nemen. Aangezien dat je het zo kan houden. Zo kocht ik ook van deze pretzels. Ik kocht een hele grote zak badzout, want aangezien dat de herfst eraan komt, komt de winter er ook aan. En dan ga ik heel graag een bad. Ik heb heel wat badbruisballen, maar ik vind het ook wel leuk om nog een klein beetje badzout erbij te doen. Sorry als ik trouwens een klein beetje anders klink, maar ik ben redelijk verkouden op dit moment. Ik heb deze Color Correcting Concealers gekocht. Ik heb color correcting in zo'n paletje, maar het leek mij ook wel heel erg handig om in zo'n van die potloden vorm te hebben. Dus dit is helemaal Action trouwens. Oh ja, alles is van ofwel van de Action ofwel van Leclerc. Dus al het eten waren Leclerc, alle andere van Action. Behalve de snoep en
Ja, maakt niet uit. Deze heb ik ook gekocht in de Action. Dat zijn Oreos. Happy Birthday Oreos. Dat is een smaak die ik nog nooit had geproefd. Dus dacht ik, dit is het moment. Ik kocht dit super schattige hartje. Die ik ook zeker kan gebruiken als decoratie in de herfst. Maar ook in de winter. Want het is een beetje voor beide. Dit schattige pompoentje die ik zag bij Bancolor. Ook van de Action. Heel wat popcorn, want het is mijn favoriete soort popcorn. We gaan niet zo heel erg vaak naar de Action. Dus microgolf popcorn trouwens. Nog popcorn. Nog popcorn. Ik heb lenzen vloeistof gekocht. Omdat ik heel graag slijm wil gaan maken. Ik heb ook Realijm gekocht. Hopelijk lukt het hiermee om slijm te maken. En aangezien dat ze redelijk goedkoop waren, vond ik dat dan ook niet zo raar stond van de ingrediënten. Mijn zus wil heel graag deze Sinterklaas. Dus die heeft ze ook meegepakt. Ik heb twee dingen voor mijn auto mee. Namelijk een ijsgraper voor als het kouder begint te worden. En een borstel om mijn velgen te kuisen. Deze kattenpads. Ik heb twee van die zakken meegebracht omdat ik ze heel erg rap gebruik omdat ik les heb. Mijn zus heeft ook deze kipcookies gekocht. Dat je zo een beetje over je soeptas of geen soeptas of koffietas of chocomelktas kan. Of die tas kan hangen. Ook heb ik nog mee twee adventskalenders. Deze van Milka. Deze is voor mij. Alleen voor mij. En deze is iets goedkoper. En daarom vond ik het wel leuk om een te hebben voor heel het gezin. Dus deze. Moeten we nu wel zorgen dat iedereen er afblijft tot het kerstmis is. Ik heb deze wand gekocht. Dit is een wand van Ginny Weasley. Ik heb al een wand van Luna en Dumbledore. Maar ik vond deze ook wel heel erg mooi. En deze was 15 euro. En in Frankrijk kost een wand... Frankrijk... wordt een wand vertaald naar een baguette. Dus dat vind ik wel grappig. Omdat een baguette ook een stokbrood is. Nog deze koekjes. Deze had ik al gevonden. En deze spekjes. Ook Halloween spekjes. En ik denk dat dit het was voor mijn shoplog. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Like zeker even als je dit een leuke video vond. En wat ik als volgende moet filmen. Doodles! Oh ja, ga je zeker even mijn Instagram account liken en volgen. Want daarop ga ik heel binnenkort een Pull My Life doen. Doodles!